Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 16 Ultimate Team coins? Ga dan naar fifacoinsfc.com en gebruik de code DNPNL voor 5% korting. Naast de supergoedkope prijs hebben ze ook een instant delivery system, wat dus betekent dat als je bestelt, je coins binnen 2 minuten krijgt. Veel plezier met de video. Hallo, ik ben Koen van OprisNL met een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een andere video. Jullie zien het al in de titel, je kan coins winnen. En ik heb wat leukers bedacht dan normaal. Door deze hele video staan namelijk wat letters verspreid. En het is de bedoeling dat jij alle letters vindt en dan een comment achterlaat met al deze letters. Ik ga het wel een beetje moeilijk maken, zodat niet, zeg maar, één iemand het weet. Zodat het woord bijvoorbeeld prank is, dat iedereen een prank doet. Het wordt waarschijnlijk een niet bestaand woord. En ik ben benieuwd wie het kan raden. Ik geef 2 keer 250.000 coins weg aan dus 2 mensen die het goed hebben. Ik ben benieuwd, maar deze video gaat er eigenlijk niet over. Ik ga het ook niet meer over hebben. Jullie zien het gewoon voorbij komen. Ik krijg super veel vragen over hoe je nou coins moet kopen. En deze video komt ook te staan bij, zeg maar, in mijn beschrijving voor altijd. En er is een nieuw leveringssysteem waardoor het nog sneller is en nog goedkoper. En dat is dus echt super nice. En ik wil jullie dat dus even uitleggen. Ten eerste, je kan hierboven kan je gewoon de site in het Nederlands instellen. Dat is natuurlijk hartstikke chill. En laten we maar even eerst snel door de site heen gaan. Het is namelijk niet zo moeilijk, maar toch worden er nog heel veel fouten gemaakt. Dat is natuurlijk jammer. Je hebt verschillende tabbladen zoals coins kopen. Je kan ook iOS coins kopen. Dat is hartstikke goedkoop. En Android ook. Je ziet wel duidelijk wat de goedkopere en duurdere coins zijn. Dat is ook wel logisch. Er staat hier een Nederlandse uitleg hoe je coins moet kopen. En ook dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar ik ga dus ook nog met jullie doorlopen. Maar ook zoals je ziet, gratis coins krijgen. Hoe werkt dat? Dan moet je een account hebben wat op de webapp kan. Wat je dan aan hun wil verkopen. Zoals je ziet, dat is per PS4 account dat 3 euro of 30k. Wat echt best wel nice is. Hoe dat werkt, ga naar seller account. En dan moet je dit gewoon lezen. Het is wel wat werk, maar ja. Gratis geld. En daarnaast heb je gewoon nog het contact hier. Dit is gewoon het e-mailadres. Er zit een Nederlands iemand achter de e-mail. Dus je kan je mails gewoon in het Nederlands sturen. Wat hartstikke nice is. Maar laten we nu maar wat coins gaan kopen. We gaan PS4 coins kopen. Want ik speel PS4. Doen we even 100k. Zoals je kan zien. Je kan gaan tot 1,5 miljoen. En het is dus directe levering. Dus instant delivery. Maar wij gaan even 100k bestellen. Dat kost 17 euro. Maar we hebben natuurlijk een kortingscode. Als we dan deze coins hebben. Het zit dus nu in ons winkelmandje. Dan kan je betalen met PayPal. Je kan ook naar checkout en dan kan je gaan betalen met Ideal. Ik zal je even laten zien hoe het werkt. De korting zoals je ziet staat er al. DNPNL. Hup, kijk, lekker. Het staat er in pond, maar dat is gewoon hetzelfde als wat je net zag in euro. Dus het is niet echt een verschil, het maakt ook totaal niet uit. En zoals je ziet kan je hier dus met PayPal betalen en hier met Ideal. In ieder geval, ik wil dus mijn e-mail in koelekoen1@gmail.com. Original e-mail. Dan gaan we naar land, dat is natuurlijk Nederland. En hier is het belangrijk dat je oplet. Dit is namelijk je betaalmethode. Dan kan je hier kiezen, je creditcard, bijvoorbeeld... Als je dat hebt, of als je ouders dat hebben en zij betalen. Dan kan je Trustly. Geen idee wat dat inhoudt. Geen flauw idee. Of je kan gewoon naar Ideal. En naar Ideal ga je naar je bank. En dan kan je hier je bank uitzoeken. Fucking easy. Ik zit bij ING. Ga je door naar Ideal. En dan kan je hier gewoon inloggen. Wat super nice is. Het is dus allemaal helemaal niet zo moeilijk. Maar veel mensen weten niet dat het dus ook een Ideal optie is. Maar die is dus wel degelijk. Die zie je dus hier. In ieder geval gaan we even door. Ik krijg ook heel veel vragen over mensen van... Ja, ik wil wat directe levering doen. Maar ik heb liever dat zij het op mijn account zetten. En dat zie je hier dus. Vul mijn account heet dat. Vul mijn account. En heel veel mensen gaan hier de fout in. En dat is niet handig. Vul mijn account betekent dat zij de coins op je account zetten. Stel je voor je wil er 100k op je account laten zetten. Dus door het bedrijf. Nou, heb je als origin e-mail heb je aardappel. Je beveiligingsvraag is ook aardappel. Dat is niet echt. Je kan het proberen. Is het niet. En dan hier je backup code. En deze is belangrijk. Hier links staat vind je backup codes. En daar staat precies uitgelegd. Dus laten we het maar even gaan doen. Ga naar ie.com. Wat moet je daar aan doen? Klik op je gebruikersnaam. Daar naar mijn account. Dan zit je op je account. Dan heb je hier al deze leuke dingetjes. Oké, hier is het dan. En dan heb je hier dus backup codes. Ik zal eens even blurren, want ik heb geen idee of het zeg maar erg is als ik die laat zien. In ieder geval, dan kies je dus één van die backup codes. En ja, die vul je dan niet hierin, maar die vul je hierin. Daar vul je dan een backup code in, bijvoorbeeld dit getal, bij wijze van spreken. En dan ga je weer door naar je winkelwagen, et cetera, et cetera. Maar dit is dus zeg maar, dit is niet instant, want hier moeten zij op jouw account om het daar op te zetten. Wat wel instant is als je zo coins gaat kopen, en dat gaan we nu even doen. We gaan dus weer voor de 100k, lekker door, naar de checkout. Code in PNL. Dan voltooi je je bestelling. Dan krijg ik dit beeld te zien. Zoals je ziet heb ik 0 minuten geleden het mailtje al binnen. En ik heb het net besteld om 15.06. Dus het is echt ongelooflijk snel. En dan krijg je dus dit mailtje binnen. Ook 0 minuten. Dus allemaal om 15.06. Het is gewoon fucking snel dat je die mailtjes in ieder geval krijgt. Dan word je dus naar een link gestuurd. Want je hebt natuurlijk nu nog geen speler gelist. Maar dat kan dus via deze link. Klik op deze link. Het is een speciale link. Dus zeg niet tegen je vrienden van... Yo, check deze link. Want het is jouw coinlink. Het kan even duren voordat de link laat. Maar uiteindelijk laat en dan kom je bij dit. Get your coins. We made it super evil to get coins you bought. Oké, dit is dus best sick.
Dan kan je klikken op How It Works en dan word je hier naar beneden gestuurd. Je kan dus je speler verkopen en wat echt super tof is, is dat het niet uitmaakt wat voor speler je post. Als je zin hebt om maar één speler te posten, is het ook chill. Want als je dus een speler bijvoorbeeld in vorm post, dan worden de coins die je anders kwijt zou zijn, die 9.8k voor discardwaarde, die komen dan weer op je account erbij en die kan je dan weer verkopen met één bond speler bij wijze van spreken. Echt super sick. In ieder geval, hier staat, you have 100k coins to redeem. Even kijken, een team van de week, van deze week, en dan een slechte speler. Dambrosio, komt ie. Team 500, 9700, 9900. Hier, 9700, Dambrosio. Die koop je voor dit en list je hem voor. Oh, 70k kan je hem listen. Dat is ziek veel. We listen hem voor 6900, 70k, 1 uur. Gaan we op zoek weer naar de powerloader. Hop, dan ga je hier, take me there. Nou, gaan we op zoek weer naar de player. Je moet, ja, je kan dus een beetje zelf kijken welke player je doet. Op zich, ik vind het best leuk om te doen. Dambrosio. Hier, hoppa, Dambrosio, kijk. Maar het moet deze wel zijn, kan niet anders. Ja, dat is hem. Oké, we gaan hem kopen. Nou, houden we om precies zijn dit bedrag over. Dat klopt, want we hebben 70k krijgen we. Maar daar komt dan dat bedrag bij. Dus hij hebben we nog 40k over, iets minder. Doen we buy this card. Hij is nu pending, dus dat betekent dat het automatische systeem hem aan het zoeken is. En dan wordt hij straks gekocht. En daar is hij al verkocht. Het heeft echt minder dan een minuut geduurd. Het is echt ongelooflijk snel. In ieder geval heb je dus 70k. En dan moeten we even verder, want we hebben natuurlijk nog coins over. We hebben namelijk nog 39k over. Nou ja, ik heb hier nog wat spelers staan. Laten we die even verkopen. Manjiza. Daar is hij dan, onze Manjiza. Manjiza, je krijgt diezelfde player discard. Krijg je ook terug. Die 304 coins. Heb je eigenlijk vrij weinig aan. Maakt niet uit. Buy this card. Hoppakee. Die is al gekocht. Dus ik weet niet waarom dit er nog staat. In ieder geval, gaan we door. Nog een card. Oh, buying this card. Oké. Oh, deze is nu ook gedeliverd. Het gaat echt heel snel. Het is echt heel snel. Another card. Oké, gaan we op zoek naar nog een kaartje. Doen we een zilveren. Zilveren kan namelijk ook. Napoleth. Hè? Want dan ga je terug naar de power. Hoe heet het? De power loader. En druk je op zilver. Hoppakee. En dan druk je in. Hoe heet die? Napoleth. Het kan met alle soorten spelers die je wil. Wat hartstikke nice is. Hop. Gaan we weer zoeken. Het is echt heel makkelijk. Het is deze. Hoppakee. Buy this card. Lekker. En die is ook gelist. De Dujak. En zo makkelijk is het dus. Het is echt heel erg makkelijk. No. Stress, het is dus op een andere manier. Dit is ook echt sick, zo'n brandend voetballetje. Degene die deze code gebruikt, kan nog iets van 300 coins of zo oppikken. Ook nice, 300 gratis coins mensen. Oh, voor de eerste. Oh, spannend. Geen idee of dat zo werkt, of dat kan. Maar we zien het wel. In ieder geval, ik hoop jullie het leuk vonden deze video en nuttig. Heb je alle letters gevonden van, die ik in de video verstopt heb? Laat dan een comment achter met al die letters. En misschien maak jij wel kans op 250.000 coins op een gezonde keuze. In ieder geval, hoop je deze video leuk vonden. Als je hem leuk vergeet niet te liken, zeg ik. Like, vergeet je gewoon niet de volgende keer. En zeg doei. Later.